Dit is dus de opgave voor de EO Weijersprijsvraag 2014-2015. Van de Stedendriehoek een regio maken die in 2030 energie-neutraal is. Eigenlijk gaat het ons om drie vragen. 1. Hoe gaan we het nou doen qua proces? 2. Hoe gaan we zorgen dat we er ook economisch aan kunnen verdienen? En 3. Hoe moet het er dan uitzien? Omdat we nu vastlopen in plaatjes over weilanden die we volzetten met windmolens. Als alles meezit, hebben we in 2030 de goede antwoorden op deze vragen gevonden. En hoe het er dan uitziet, dat weet ik niet. Maar het belangrijkste is dat we met elkaar eigenlijk die stappen gaan zetten die nodig zijn om daar te gaan komen. En het enige wat we zeker weten, is dat als we nu al definiëren hoe het eruit moet zien, dat we er niet gaan komen. Het enige dat we weten is dat we onderweg moeten. En dat was spannend.